Zo'n 2000 jaar geleden was heel Gallië, zoals Frankrijk in die tijd heette, bezet door de soldaten van Caesar, de Romeinse veldheer. Heel Gallië op één kleine nederzetting na. Dit dorp bleef moedig weerstand bieden aan de overweldigers en de dorpelingen maakten het leven van de Romeinen in de omliggende legerplaatsen er bepaald niet gemakkelijker op. Ja, waarschijnlijk begrijp je nu al welke nederzetting ik bedoel. Precies, het dorp van Asterix, de held van ons verhaal. Hij is klein, slim, scherpzinnig en sterk. Voor hem is geen opdracht te zwaar en geen tegenstander te machtig. Hij dankt zijn enorme kracht aan de toverdrank van Panoramix, de druïde van het dorp. De onafscheidelijke metgezel van Asterix is Obelix, de bekendste steenhouwer van zijn eeuw. Hij is een groot liefhebber van geroosterde everzwijnen en knokpartijen en altijd bereid om zich met Asterix in een nieuw avontuur te storten. Obelix is stevast vergezeld van Idefix, de enige hond op aarde die spontaan begint te janken als er een boom wordt geveld. En dan is er nog Panoramix, de oude, eerbiedwaardige druïde van het dorp. Ja, feitelijk waren druïdes Keltische priesters in het oude Gallië en Brittannië, maar Panoramix kun je het beste beschouwen als de wijste man van het dorp. Met een gouden snoeimes snijdt hij marentak en daarmee bereidt hij voor zijn dorpsgenoten de toverdrank die onoverwinnelijk maakt. Maar hij kent nog vele andere recepten. Zij zal door de bomen. Oh nee. Het ijselijke geluid dat je nu hoort wordt voortgebracht door Assurance Tourix, de baard, oftewel de dorpszang. De meningen over hem zijn nogal verdeeld. Hij zelf vindt dat hij geniaal is. De rest van het dorp vindt dat niet. Maar zolang hij zijn mond behoudt, wordt hij zeer gewaardeerd. En dan hebben we nog de belangrijkste figuur van het dorp tenslotte. En dat is Abraracoursix, het stamhoofd. Een koelbloedige en stoutmoedige, statige en baardige leider. Geliefd door zijn mannen en gevreesd door zijn vijanden. Zelf is hij voor niemand bang. Ziezo, nu wij de belangrijkste figuur uit het dorp van Asterix hebben voorgesteld, kunnen we met ons verhaal beginnen. Ergens in Gallië ligt een dorpje dat er precies zo uitziet als dat van Asterix. Alles lijkt er rustig en vrede. Maar dat is het niet. Want in dit dorpje heerst een nogal vreemde situatie. Dwars door de nederzetting loopt een kloof die het ene deel onverbiddelijk scheidt van het andere. Tournedix is tot stamhoofd gekozen in het linkse deel van het dorp. Ondanks stemmen die het tegendeel beweren, ben ik de onbetwiste leider van het dorp. En Segregationix is tot stamhoofd gekozen van het rechtse deel van het dorp. Het dorp, dat ben ik. De kloof die het dorp in twee delen splijt, is niet vanzelf ontstaan, maar doelbewust door mensenhanden uitgegraven. Net zoals mensenhanden bijvoorbeeld een muur kunnen bouwen. Maar goed, in dit geval is het dus een kloof. De situatie is natuurlijk in vele opzichten niet zo erg gemakkelijk om in te leven. Daarom zijn er dan ook bepaalde praktische maatregelen getroffen. Zo zijn er bijvoorbeeld twee toegangspoorten. Een linkse en een rechtse. Reuze handig wanneer de twee partijen de behoefte voelen om elkaar ook buiten het dorp te beschimpen. Overigens kon er niet voor alle problemen een praktische oplossing gevonden worden. Neem nou bijvoorbeeld zo'n doodgewone waterput die midden in de kloof staat. Daar heeft niemand meer iets aan. Nog de linkse, nog de rechtse dorpelingen kunnen er meer uit putten. Of nog een voorbeeld. Een grote appelboom die aan de rechtse kant van het dorp staat, maar waarvan de takken over de kloof heen reiken. In feite plukken alleen de kinderen van de linkerkant de vruchten van deze bizarre situatie. Jullie hebben het recht niet qua jongens. Die appels zijn van mij. Je kan toch niet bijkomen. Sommige dorpelingen zijn neutraal gebleven. Die wilden, toen het dorp in tweeën gesplitst werd, nog bij de linkse, nog bij de rechtse kant horen. Eén neutrale familie, waarvan het huis dwars over de te graven kloof gelegen was, weigerde zelfs het huis naar links of naar rechts te verplaatsen. Dus loopt de kloof nu dwars door hun huis heen. En dat leidt vaak tot pijnlijke situaties. Want als moeder bijvoorbeeld vanuit de keuken roept... Theo, hé,
Theoretix aan tafel. En Theoretix antwoordt. Ik kom eraan, mijn duifje. Dan krijg je dit soort dingen. Overigens is Toernedix, het stamhoofd van de linkse kant van het dorp, ook niet erg tevreden met de situatie. En zijn zoon Comix is dat nog minder. Laten we het onder ogen zien, vader. Deze toestand kan zo niet voortduren. De kloof is een schande voor het dorp. Comix, mijn jongen, is dat mijn schuld? Die bedrieger van een segregationix heeft in het geniep kiezers omgekocht en zo stemmen gewonnen. Met behulp van zijn steun en toeverlaat, die aalgladde arsenicumix, heeft hij het zelfs bestaan om zuigelingen op hem te laten stemmen. Het nageslacht zal geen hoge dunk van ons hebben als we dit te horen krijgen. Weet u echt geen oplossing, vader? Zeker, mijn jongen. Ik zal me richten tot de bewoners van de andere kant. Ik heb een toespraak voorbereid die klinkt als een klok. Segregationix zal voor eens en voor altijd weten waar de klepel hangt. Maar Segregationix, het stamhoofd van de rechtse kant van het dorp, heeft ook de nodige ijzers in het vuur. Ach, vader, herinnert u zich dan niet meer hoe gelukkig iedereen in ons dorp was onder ons stamhoofd Asthmatix? Wat je zegt, Vanzine. Die oude oplichter van een Asthmatix had anders opeens helemaal geen last meer van ademnood toen hij er hals over kop met de belastingopbrengsten vandoor ging. Ach, het is allemaal de schuld van die vermaledijde Toernedix. Hij heeft mij stemmen afhanden gemaakt die mij rechtans toekwamen. Hij heeft zijn kiezers zelfs een GAO beloofd. Een Gallische arbeidsovereenkomst. Ja, dat stelt natuurlijk allemaal niks voor, maar ze zijn er met bosjes ingetuind. Je dochter Fanzine heeft gelijk, Segregationix. Het dorp moet één stamhoofd hebben. Jij moet het volk van de andere kant toespreken en ze ervan overtuigen dat jij het enige echte dorpshoofd bent. Ja, ja. Ook al maken ze je uit voor rotte vis, Arsenicumix. Je ideeën zijn altijd weer onbetaalbaar. Ik zal spreken als brugman. Even later zijn de twee partijen verzameld. De bewoners van het linkse deel van het dorp met hun stamhoofd Toernedix aan de ene kant van de kloof en de bewoners van de rechtse helft van het dorp met hun stamhoofd Segregationix aan de andere kant van de kloof. Toernedix neemt als eerste het woord. Vrienden, broeders, schaart u allen onder mijn schild dat met zijn brons, goud en zilver en de betrouwen symbool staat voor arbeidsrust en rustige vrije tijd. En luistert niet naar die inhalige wolf Segregationix die jullie zou plukken tot en met de laatste veer van jullie helmen. Krijgers aller stammen, vrede! Op dat moment treft de eerste rotte tomaat van de overkant Toernedix in zijn gezicht. Segregationix maakt er direct gebruik van dat zijn tegenstander even de mond is gesnoerd. Ook hij heeft een passende toespraak ingestudeerd. Vrienden! Vrienden! De stem des volks heeft krachtige antwoord op deze lastelijke aantijgingen van de doorzichtige demagoog Toernedix, die bereid is onze saamhorigheid op te offeren om zijn onuitputtelijke honger naar macht te stillen, waarbij hij de steun van de Romeinse adel, het patriciaat, niet schuwt. Vrienden, laten wij ons bevrijden van de kloof die ons scheidt. Komt allen tot de knop! Maar op de linkerkant heeft zich gewapend met rotte tomaten en Segregationix wordt al net zo frontaal geraakt als een opponent. Nu is het hek helemaal van de dam. Als de zaken zo liggen, Segregationix, zullen we jullie buiten het dorp wel eens morens leren. Stel het je afvallig, hun. Goed, goed, Toernedix. Reken maar dat jij met je decadente zoontje daarvan zal lusten. Beide stamhoofden zetten hun woorden direct met kracht bij. Als strijdtoneel wordt een open veld even buiten het dorp uitgekozen. De dorpelingen vliegen elkaar in de haren, aangevuurd door de beide stamhoofden die hoog en droog op hun draagschilden toekijken. Zet hem op, alle krijgers! Pak ze in de baan! Die waren onze ploeg van Segregationix! Goed zo, brave strijders! Maak ze een kopje kleiner, die de afhartige handlangers van Toernedix! Omdat de legertjes dorpelingen even groot en even sterk zijn, blijft de strijd onbeslist. Voorzien van de nodige blauwe ogen en gekneusde ribben, druipen beide ploegen al gauw af, elk naar hun eigen kant. De stamhoofden zijn ieder voor zich van mening dat zij de strijd gewonnen hebben. Bravo, dapperen! Ik geloof dat de mannen van Segregationix deze keer hun bekomst hebben.
Kom, we gaan weer eens huiswaarts. Ah, vrienden, welk ontroerend tafereel. Die slappelingen van Toernedix hebben een trekje thuis gekregen. Laten we op huis aangaan. Intussen heerst er rust en vrede in een ander Gallisch dorpje dat wij beter kennen. Ja, precies, het dorp van Asterix. Obelix en hij hebben net een paar everzwijnen gevangen voor het avondmaal. Als er rust en vrede heerst in ons dorpje, dat iedereen onderhand zo goed kent, dan komt dat omdat de Romeinen iets in hun schild voeren, Asterix. Wel nee, Obelix, ze zijn gewoon voorzichtiger geworden. Kijk nou eens wat daar aankomt. Ons stamhoofd Abrara Koersiefs heeft een stellage met wieltjes onder zijn draagschild gemaakt. En de dragers trekken nou dat dragenkarretje voort in plaats van dat ze het schild dragen. Zoals anders. Waar zou dat maar goed voor zijn? Wat gaan jullie nou doen, Abrara Koersiefs? Ik moet even wat boodschappen doen voor mijn vrouw Bellefleur. Die is een beetje ziek vandaag. Nee, ik bedoel die wagen. Oh, die? Wel, dat is een vondst om te voorkomen dat ik niet nog langer het slachtoffer ben van onverhoedse bewegingen van die lastpak. Van dragers daar. Nou ja, zeg goed. Allee, op weg, jullie op weg. In het vervolg zal ik, ondanks jullie inspanningen om mij te laten vallen, stevig en standvastig op mijn schild staan, zonder dat je het kan. Los die handel. Zo erg stevig staat Abrara Koersiefs ook niet op het schild. De dragers nemen de benen. Als hij zo last van me heeft, dan pak ik mijn piezen. Ik ook liever ontspanning dan inspanning. Abrara Koersiefs, je zou toch boodschappen voor me gaan doen? Het is toch wel erg met jou, hè? Ik kan mijn kop niet keren of je ligt alweer de lijn te trekken. Als Abrara Koersiefs zich enigszins heeft hersteld van zijn val, gaat hij toch maar op weg voor de boodschappen. Allereerst moet hij naar Kostenrix, de visboer. Bij Belenos, zo te zien is ons geliefde stamhoofd wat in het ongereden geraakt. Zwijgen, help me, snel! Van de lucht die hier hangt, gaan mijn snorharen recht overeind staan. Wat wil je daarmee zeggen? Daar wil ik mee zeggen dat jij ook in het ongereden maakt als je niet opschiet. Binnen de kortste keren zijn Abrara Koersiefs en Kostenrix in een hevige gevecht gewikkeld. Daarbij wordt gretig gebruik gemaakt van de vissen van de kraam, waarmee ze elkaar om de oren slaan. Het is alleen jammer dat die vissen wat al te driftig in het rond worden geslingerd, zodat ze de verkeerde raken. Zoals bijvoorbeeld de smid, die voor zijn smidse op zijn aanbeeld hamert en een nieuwsgierig jongetje inwijdt over de geheimen van de smid. Zie je, jongen? Je moet het ijzer smeden als het heet is. Ja, dat zie ik. Kijk uit, daar vliegt een vis. Goed gemikt, zeg. Precies in uw gezicht. Het geheim van een smid is dus dat je het ijzer in alle gevallen direct moet smeden. En dat ga ik nu doen bij degene die het heeft gewaagd om mij een vis aan mijn kop te slingeren. De smid is niet de enige die door de in de rond vliegende vissen wordt geraakt. Ook de oude Nestorix, die net een blokje om wilde gaan, wordt het slachtoffer. Nestorixje, ga niet te ver. De soep is bijna klaar. Wel gedraaid. Nou, je kunt erop rekenen dat jouw soep niet zo heet wordt gegeten als die opgediend wordt, vrouwtje. Ik moet er eerst achter een vissen gooien aan. Tegen de tijd dat Asterix en Obelix met hun everzwijnen thuis zijn gekomen, is het vissengevecht in volle gang. En het zijn al lang niet meer alleen Kostenrix en Abrara Koersiefs die erbij betrokken zijn. De club heeft zich aardig uitgebreid. Kijk nou, Asterix. Er is een gevecht uitgebroken. Daar, jongens, die dorpsgenoten. Zonder al die goede vissen. Die was raar, Obelix. Houd jij tenminste ook een vis? Maar dat kan ik toch niet doen, Asterix. Zomaar een vis houden die niet van mij is. Hij was vast niet voor mij bedoeld. Als jij nou even voor het eten zorgt, ga ik hem terugbrengen naar de rechtmatige eigenaar. Goed? Je doet maar. Nou is Obelix toevallig dol op vechtpartijen. Dus ook hij duikt midden in het strijdgevoel. Niet lang daarna is het echter etenstijd. Eet smakelijk, jongens. Zeg, jongens, wat denken jullie ervan om straks nog even na te tafelen? Moest het na de maaltijd als je het mij vraagt? Nou, zet me nou maar neer, Obelix. Ja. Mevrouw zit op me te wachten. Die vissen van Kostenrix zijn niet veel soeps meer. Straks zijn ze niet eens meer goed voor een verzetje voor onze vrienden. In het dorp van Asterix zijn de gemoederen gelukkig weer bedaard. Maar in het gekloofde dorp waarover we het daarnet hadden, is het nog steeds een en al kommer en kwel.
In het rechtse deel is van Zine, de dochter van het stamhoofd, Segregationix, boos en bedroefd. Wat heeft u bereikt met die veldslag, vader? Niets. Alleen maar dat de kloof tussen de bewoners van het dorp nog wijder is geworden. Ja, politiek en strategie, dat is mannenwerk, dochtertje lief. Ga naar je kamer en val ons niet langer lastig. Ik ben het er beslist niet mee eens. Maar goed, ik zal wel gaan. Zo, heb je dat gehoord, Arsenicumix? Zo moet je dochters behandelen. Als je niet oppast, dan hebben de vrouwen de pantalon aan voor je het weet. Dat kan wel zijn, Segregationix. Maar u zou toch moeten toegeven dat die strijd van vandaag een slag in de lucht was. Ik weet het. De situatie is onoplosbaar. Toch niet. Ik heb een voorstel, o Segregationix. Geef mij de hand van uw dochter van Zine. En ik geef u de oplossing voor dit probleem. En wat is die oplossing dan wel? Het Romeinse leger. Geloof je niet dat je een beetje te ver gaat, Arsenicumix? De Romeinen, hè? En bovendien, waarom zouden ze juist mij helpen? Ik weet wel een manier om het garnizoen dat hier vlakbij zit te overtuigen. Laat mij mijn gang maar gaan en u bent straks het enige stamhoofd in het dorp. Ik hou er niet van om buitenstaanders bij onze zaken te betrekken. En dan nog wel Romeinen. Er mag dan een wapenstilstand zijn, maar het zijn en blijven onze vijanden. Wees maar niet bang. Als alles in kannen en kruiken is, gaan ze weer rustig terug naar hun kamp. Dat verzeker ik u. Nou, goed dan. Hand erop, Arsenicumix. Mm-hmm. Ik verlaat me op jou. Maar je wordt pas mijn schoonzoon als ik stamhoofd van het dorp ben. En niet eerder. Dat is dan geregeld. Afgesproken. Papa. De schone Fanzine is weliswaar schijnbaar gedwenen naar haar kamertje gegaan. Maar in haar kamer heeft zij haar oor te luisteren gelegd tegen de houten vloer. En op die manier heeft ze het hele gesprek tussen haar vader en diens slechte raadgever Arsenicumix afgeluisterd. Het is niet netjes om je oor te luisteren te leggen, Fanzine. Het mag dan misschien wel niet netjes zijn, maar het is wel leerzaam. Anneline, mijn lieve voedster, ga naar Comix toe en zeg hem dat de zaak ernstig is en dat hij vanavond aan mijn raam moet komen. Snel! Als de avond valt, is de rust in het dorp weergekeerd. Een donkere schim sluipt naar het huis van het stamhoofd Segregationix, waar een touwladder naar beneden hangt van Fanzines balkon. Kennelijk verwacht Fanzine deze bezoeker, want zij verwelkomt hem hartelijk. Nu de maan wat helderder schijnt, is ook te zien dat het Comix, de zoon van Tornedix, is. O, Comix! Arsenicumix wil de hulp van de Romeinen inroepen, zodat mijn vader het enige stamhoofd van het dorp kan worden. En in ruil daarvoor krijgt Arsenicumix mijn hand. Wat een gewetenloze verrader. Maar waarom neem je mij in vertrouwen? Ik hoor toch bij het andere kamp? Omdat jij de enige in het dorp bent die nog een beetje verstandig is. En omdat ik niet wil trouwen met Arsenicumix. Fanzine zet haar woorden kracht bij met een kus. Die Comix doet blozen van blijdschap. Maar ondertussen is er een andere schim op het toneel verschenen. Het is de doortrapte Arsenicumix die altijd als spion op de loer ligt. En hij heeft de geliefde betrapt bij hun minnenspel. Het staat hem natuurlijk helemaal niet aan dat de vrouw die hij zichzelf heeft toebedacht kennelijk in vuur en vlam staat voor een ander. Alarm! Of het nou kwam door die kus van Fanzine of door de kreet van Arsenicumix, ik weet het niet, maar in ieder geval sloeg Comix stijf achterover bovenop. Precies, Arsenicumix. Comix, heb je je pijn gedaan? Het gaat wel. Maar ik geloof wel dat er hier iemand achter het net gevist heeft. Arsenicumix is nogal beschadigd uit de strijd gekomen, maar dat belet hem niet om Fanzine bij haar vader te verklikken. En zij wordt ter verantwoording geroepen. Mooi is dat. Mijn bloedeigen dochter hulp met de vijand. Ik word bedrogen onder mijn eigen dak. En mijn bloedeigen vader schaamt zich er niet voor om de hulp van de Romeinen in te roepen bij een broedertwist. Zwijg, jij ontaarde dochter. Ik laat je in je kamer opsluiten en je komt er niet meer uit voor je met Arsenicumix getrouwd bent. Nooit! Ik word nog liever een verstaalse macht. Laten we de zaak niet overhaasten, Segregationix. Geduld is een schone zaak.
waar haal ik het allemaal vandaan, vraag ik me wel eens af. Liefste, allerliefste van Zine, bedaar. En neem deze bescheiden ruiker van mij aan. Bedankt. Daar! Wat doe je nou, van Zine? Je mag die ruiker wel in deze vaas zetten, maar dan moet je hem wel eerst lijmen. Zo, dat zal je leren me verder met rust te laten. Op hetzelfde moment wordt Thor de Dix door zijn zoon Comix op de hoogte gesteld van de laatste gebeurtenissen. Vader, word wakker. Wat is er? Segregationix en die gladdakker van een arsenicumix zijn van plan om de hulp van de Romeinen in te roepen om het hele dorp in handen te krijgen. Goed. Als de zaken er zo voor staan, dan zullen ze het weten ook. Luister, mijn jongen. Jij gaat voor mij Abraracoursix opzoeken. Abraracoursix, dat is een oude vriend van me. We hebben samen Gergovia gedaan. Hij is stamhoofd van het dorpje in Armorica, een paar dagreizen van hier. Dankzij de toverdrank van zijn druïde Panoramix weet hij alle legioenen van Caesar te weerstaan. Leg hem de situatie uit en zeg hem dat ik zijn hulp nodig heb. Een paar dagen later komt Comix bij het dorpje van Asterix aan. Alles lijkt even rustig en vredig, maar zodra hij met zijn paard de toegangspoort binnenrijdt, wordt hij frontaal getroffen door een flinke platvis. Kennelijk is het vissenvechten een nieuwe rage in het dorp van Asterix. Kostenrix de visboer is zwaar beledigd door de manier waarop zijn dorpsgenoten met zijn kostelijke vis omspringen. Vooral omdat ze altijd zeggen dat zijn vissen zo vreselijk stinken. Stel je onbenullen? Voortaan verkoop ik mijn vis alleen aan kenners. Ah, moet je doen? Dan maak je niet het tenminste alleen van. Dat stinkt middels. Als het zo doorgaat, wordt dit verhaal vlees nog vis, Asterix. Ja, wat zal ik daar nou van zeggen? Goeiedag. Kunt u mij ook zeggen waar ik Abraracoursix, het stamhoofd van dit dorp, kan vinden? Abraracoursix. Ah, daar komt hij net aan, geloof ik. Op dat draagschild met die twee op hol geslagen dragers eronder. Stop! Dit is een bevel! Zie je, vreemdeling? Nou laten de dragers hem van het schild vallen. Dat gebeurt hem iedere keer. Als ik jou was, iedere keer eerst maar even afkoelen. Ik barst helemaal niet van woede. Nee hoor, ik barst helemaal niet van woede. Barst allemaal! Als Abraracoursix is bijgekomen van zijn woede, zoekt Comix hem op in zijn hut en doet daar zijn verhaal. En zo staan de zaken ervoor in ons lieftallige dorpje, o Abraracoursix. Alleen de toverdrang van Panoramix en de wijsheid van uw krijgers kunnen deze netelige kwestie nog oplossen. Ja, de wijsheid van mijn krijgers, zoals jij die noemt, noopt me er bijna toe om eerst hier een en ander te gaan regelen voor ik me met jullie bezighoud. Maar omdat de Romeinen zich met jullie zaken gaan bemoeien, ontkom ik er niet aan om Toornenix, mijn oude wapenbroeder, te hulp te schieten. Bedankt, o Abraracoursix, bedankt. Want zonder vredige oplossing zouden Fanzine en ik ons leven nooit meer samen kunnen delen. Oh, wat is er met je, Obelix? Waarom huil je? Ik ben altijd gevoelig voor liefdesgeschiedenissen die slecht aflopen. Ja, maar deze geschiedenis gaat pas beginnen, Obelix. Als ons stamhoofd het goed vindt, gaan wij met Comix mee om hem te helpen zijn problemen op te lossen. Dan kan Abraracoursix zelf rustig hier blijven om orde op zaken te stellen in ons eigen dorp. Oh ja! Ja, leuk! En aangezien de Romeinen zich hier op dit moment rustig houden, kan ik zonder risico met jullie meegaan. Ze mochten me eens nodig hebben in het dorp van de diepe kloof. Uitgewuifd door een dorpsgenote vertrekken Asterix, Obelix en Panoramix met Comix naar het dorp van de diepe kloof. In de Romeinse legerplaats, vlakbij dat dorp, zijn de legionairs bijzonder ontevreden over het leven dat ze moeten leiden. Vooral de corvées zijn ze meer dan zat. Zeg maar een plus, ik ruil twee wachtrondes met je tegen één wascorvée, goed? Ja, vergeet het maar. Ik heb nog 3 vijgcorvées en een latrinecorvée van je tegoed. In het bezette gebied zullen ze je de mooiste slaven ten dienste staan, zeiden ze op het aanmelding. In Rome zei Caesar tegen ons. Ik reken erop dat jullie die barbares flink de oren wassen. Als jullie eenmaal in dienst zijn, zeiden ze. Teken toch bij, zeiden ja, ze. Ja, dat weet je nou allemaal wel, hè? Aan de bevelhebbers gaat het niet onopgemerkt voorbij dat het soldatenvolk mokt en mort. Decurion plus minus, deze tent is één zwijnenstal. En de keuken van het kamp laat ook al steeds meer te wensen over. De legionairs zijn er niet meer onder te houden, Centurion Tullius. Ik moet zelfs mijn coternes al poetsen. Er smult iets onder de legionairs.
Zij eisen slaven. Is het mijn schuld dat Caesar het houden van slaven in vredestijd heeft verboden? Dat verbod blijft van kracht zolang de Pax Romana nog duurt. Misschien weet ik wel een oplossing voor uw probleem, heren. Wie heeft jouw toestemming verleend dit kamp binnen te komen, Galliër? De wacht bij de ingang? Het was geen enkel probleem toen ik hem er een slaaf voor in ruil aanbood. Wie denk jij wel dat je bent? Dat je mijn legionairs zomaar kan omkopen? Ik ben Arsenicumix. De rechterhand van Segegrationix, het stamhoofd van het rechtse deel van het naburige dorp. Heb jij mijn linkse wel eens gevoeld? Segegrationix roept u hulp in om de opstand van Tournadix en zijn trawanten neer te slaan. Daar heb ik niets mee te maken. Jullie doppen je eigen fabule maar. Eruit! Maar het komt ons veel beter uit als u onze boontjes dopt. Denkt u zich toch eens in, Centurion. U steunt mijn stamhoofd, Segegrationix. En Tournadix en zijn mannen worden verslagen. Dan hebt u zomaar de beschikking over de door uw legionair zo fel begeerde slaven. En het besluit van Caesar dan, Galliër? Denk er nog maar eens over na, Romein. De ene helft van het dorp staat u terzijde om de andere helft tot slaaf te maken. Dat vissen in troebelwater van jou staat mij helemaal niet aan, Galliër. Maak dat je wegkomt voordat ik je een strafcorvée geef. Arsenicumix blaast de aftocht, maar inmiddels zijn de legionairs in staking gegaan. De situatie is verergerd, Centurion. De legionairs zijn in staking. Ze lopen met borden met leuzen erop heen en weer. Hoor ze eens roepen! Wij willen slaven! Wat staat er op die borden? Eens kijken. Rome dienen, ja. Dienster zijn nee. En op dat andere bord staat: weg met de huishouding of wij houden ins huis. Eigenlijk was dat voorstel van de Galliërs niet eens zo gek, Centurion. Caesar zal trots op u zijn, omdat u orde in zijn legioen herstelde. Ik zit aan alle kanten klem. Ga de Galliërs achterna en zeg dat we akkoord gaan. Gelukkig voor Plusminus is Arsenicumix het kamp toch niet uit, want hij heeft enig oponthoud bij de uitgang. Halt, Galliër. Als je het kamp wil verlaten, dan moet je me eerst nog een slaaf beloven. Nog een slaaf? Wacht, Galliër! Hé, hey, wat is er, Decurion? Zeg tegen je stamhoofd dat wij hem zullen helpen. Alleen moet hij ons even de tijd geven om het onze legionairs uit te leggen. Ik ben toch wel de doortrapste van allemaal. En dit is nog maar het begin. Als ik eenmaal getrouwd ben met Fanzine, kan ik me makkelijk ontdoen van die stomme Segegrationix. En dan word ik het enige echte stamhoofd van dorp. Als je het mij vraagt, zit er een luchtje in deze zaak. Een visluchtje, wel te verstaan. Comix is met zijn vrienden bij zijn dorpje gearriveerd. Wat een vredig dorpje, Comix. Nou, in ieder geval ademt dit dorpje een rustiger sfeer uit dan het onze met die eeuwige heibel over die vissen. Dat is alleen maar schijn. Onder de rieten daken van onze hutten sluimert een vulkaan die elk moment tot uitbarsting kan komen. Onderweg naar de vader van Comix worden Asterix, Obelix en Panoramix meermalen geconfronteerd met bewoners uit de linker en de rechterhelft van het dorp, die elkaar uitfluiten en uitschelden. Obelix vindt het maar rare jongens. De begroeting van Tournadix is allerhartelijkst. Ik wist wel dat ik op mijn oude strijdmakker Abraracoursix kon rekenen. Ik ben blij dat hij jullie gestuurd heeft. Met die toverdrank van jullie leg ik die hond van een Segegrationix wel aan banden. Ja, wacht eens even. Laten we één ding voorop stellen, Tournadix. Zoals je weet ben ik de druïde die de toverdrank maakt en mijn toverdrank wordt jullie alleen ter beschikking gesteld om de Romeinen te bestrijden en niet onderling het twisten uit te vechten. Maar wat moeten we dan doen als Segegrationix en de Romeinen zij aan zij ten strijde trekken? Ach, zo ver is het toch lang niet. Voordat de Romeinen komen... En ja hoor, daar komen ze, de Romeinen, in vol ornaat. Tullius Cumulomnibus en Plusminus voorop, gevolgd door een legionairs. Wat voor Tournadix een reuze schrik is, is voor zijn tegenstander Segegrationix en vooral diens handlanger Arsenicumix een reden voor uitbundige vreugde. Segegrationix, de Romeinen komen. Zet de bruidsschat van Francine maar vast klaar. Goed! Verzamel onze krijgers. We gaan de Romeinen tegemoet en begroeten ze buiten het dorp.
En zeg de mannen dat ze hun wapens thuis laten. We moeten blijk geven van onze goede bedoelingen. Uit de woorden van de legionairs blijkt wel dat ze niet bepaald met goede bedoelingen zijn gekomen. Het is de eerste keer dat ik een slaaf aan ga schaffen. Ik ben ontroerd. Zeg dat wel. Het is nu afgelopen met die corvées. Ik zal je de 3 wachtrondes teruggeven die je met me geraakt hebt tegen de 5 corvées. Toernedix slaat van verre gade hoe zich Regationix met zijn mannen de Romeinen ontmoeten. Obelix staat te popelen. En op af, Asterix. Wacht even, Obelix. Nog niet. U ziet het, druïde. We hebben uw toverdrank echt hard nodig. Ja, maar jammer genoeg is het nu te laat om hem nog klaar te maken. Het uur der waarheid is aangebroken. Centurion Tullius en stamhoofd Segregationix staan oog in oog. Welkom in ons midden, Romein. De dankbaarheid voor de hulp die u ons verleent is onuitputtelijk. En wij zijn... Genoeg, plichtplegingen. Waar zijn de slaven? Slaven? Welke slaven? De slaven die gladde aal van een vriend van je ons in ruil voor onze hulp beloofd heeft. Wat? Dat nooit! Ik word stamhoofd van het hele dorp zonder uitzondering en zonder slaven. Het Romeinse leger wordt niet straffeloos lastiggevallen. Neem die overlopers gevangen. Ze zullen onszelf als slaaf dienen. De stijfkop van een Segregationix verziet alles. Toernedix moet van een afstand toezien hoe Segregationix en zijn mannen door de Romeinen als slaven worden afgevoerd. Segregationix buigt zijn hoofd niet. Nee, fier loopt hij voor zijn mannen uit alsof hij de overwinnaar is in plaats van de verslagene. U moet erkennen, vader, dat Segregationix zich als een waar stamhoofd gedraagt. Ik moet toegeven dat hem, gezien de omstandigheden, een zekere stijl niet ontzegd mag worden. Nou gaan we erop wachten, hè, Asterix? Nee, Obelix. Dat zou veel te gevaarlijk zijn voor Segregationix en zijn mannen. De vrienden komen in de hut van Toernedix bij elkaar om zich op de toestand te beraden. Ook Fanzine is hierbij aanwezig. Ja... Nu haar vader en zijn mannen zijn weggevoerd, zoekt ze haar toevlucht bij Comix, die haar zo na aan het hart ligt. We moeten iets doen, Comix. Wees maar niet bang, Fanzine. Als mijn vader toestemt, bundelen we onze krachten en vallen we de Romeinen aan om onze broeders te bevrijden. Akkoord. Segregationix blijft mijn tegenstander, maar ik wil niet dat zijn opoffering hem stemmenwinst oplevert. Wacht, ik heb een idee. De Romeinen hier kennen ons niet. Panoramix, Obelix en ik gaan alleen naar de Romeinen. Omdat ze slaven willen hebben, treden wij bij hen in dienst. En dan kunnen we mooi jullie dorpsgenoten bevrijden. Ja, dat is een uitstekend idee, Asterix. Oh ja, leuk. Eindelijk kunnen we er weer tegenaan, hè. Want het is wel zo in het leven. Wat je verhaalt, is lekker. Nooit zullen wij je slaven zijn, Romein. Weet jij wel wat daarop staat? Een slavenopstand? Als jij niet in het circus van Rome aan de leeuwen gevoerd wil worden, zou ik me maar bedenken. Geen sprake van. Leg ze voorlopig goed aan de ketting, die slavenhonden. Nou, met zulke slaven schieten we ook niks op. Ik ruil die 3 wachtrondes voor je bier tegen mijn 5 corvée, goed? De prijzen zijn gestegen. Nu kost 1 veegcorvée je 4 rondes wachtloop. Fanzine en Comix nemen afscheid van de 3 onoverwinnelijke galliers. Veel succes, vrienden. Maak je maar geen zorgen, Fanzine. Dankzij de kennis van Panoramix, de kracht van Obelix, het instinct van Idefix en mijn listigheid hebben we je vader binnen de kortste keren teruggehaald. Ja, zo is het. Arsenicumix, die, omdat hij nou eenmaal zo glibberig als een aal is, aan de Romeinen heeft kunnen ontsnappen, heeft onze vrienden voortdurend bespied en volgt ze op hun weg naar het Romeinse legerkamp. Het zelfvertrouwen van die 3 vrienden van Toernedix is op zijn zacht gezegd opmerkelijk. Als ik ze blijf volgen, zal ik er wel achter komen dat ze in hun schild voeren. Oh, daar komen ze. Ik verstop me achter een boom. Vreemd, Asterix. Sinds ons vertrek loopt die Fries al ineens de deur te snuffelen. Ach, hij ruikt natuurlijk het spoor van een everzwijn. Nou, als dat zo is, hebben ze hier wel rare everzwijnen. Ze ruiken een vis. Nou, laten we doorlopen, vrienden. Ik zie het Romeinse kamp al liggen. Je hebt het toch wel goed begrepen, hè, Obelix? Wij zijn slaven, dus geen geppetjes met de Romeinen. Zeg, Asterix, er staan er eigenlijk ook slaven onder. Halt! Wie zijn jullie en wat willen jullie? Wij zijn Gallische slaven en we willen het Romeinse leger dienen. Oh, dat komt mooi uit. We hebben net een stelletje lijntrekkers binnengekregen die niet aan het werk willen. Nou, kunnen we dan doorlopen? Wacht eens even, hè. Ik wil jou wel als slaaf, dikke. Wat zeg je? Hier heb je er een. Ik ben er misschien een slaaf, maar ik ben niet dik. Verdikkie, Obelix. Waarom heb je die Romeinse wacht nou zo'n oplawaai gegeven?
Hij is totaal buiten Westen. Wat moeten de Romeinen nou wel denken van onze goede bedoelingen? Nou, ik denk dat ik wel iets kan regelen, jongens. Ik heb hier een flesje met een drankje dat ik hoogst persoonlijk heb samengesteld. Een paar druppels zijn voldoende om die Romeinen al zijn kracht terug te geven. En bovendien zal hij zich niets meer herinneren wat er net gebeurd is. Zo even zijn mond open houden. Een paar druppels erin. En ja hoor, daar gaat hij. Halt! Wie zijn jullie en wat willen jullie? Wij zijn Gallische slaven en we willen het Romeinse leger dienen. Nou, dat komt mooi uit. We hebben net een stelletje lijntrekkers binnengekregen die niet aan het werk willen. Nou, kunnen we dan doorlopen? Hey, wacht even, ik wil jou... Stop! Als... Het is jammer voor jou, wachtpost. Maar wij zijn slaven eerste klas en we dienen alleen decurie en centurions. Kom, vrienden, dan lopen we door. Nou, moe. Hoe wist hij nou wat ik wilde zeggen? Arsenicumix, die de vrienden tot hiertoe nog steeds stiekem heeft kunnen volgen, keek vanuit een bosje zijn ogen uit toen Panoramix een wonder met het toverdrankje verrichtte. Tovenaars, die Galliërs zijn tovenaars. Ik vraag me af wat ze met de Romeinen voor hebben. Dat zal niet voor goed zijn. Wacht eens even, die druïde heeft zijn flesje vergeten. Ik moet het in handen zien te krijgen. Ja, dat kan me nog wel eens van pas komen. Maar dan zal ik toch eerst die wachtpost uit moeten schakelen. Het flesje ligt vlakbij hem. Het is ook altijd hetzelfde liedje. Als je een rang hebt, dan kun je altijd op je strepen gaan staan en wij... Zo, dat ging makkelijk. Het lukt altijd als je ze maar zachtjes van achteren besluit. En nu gauw het flesje pakken en dan zal ik het zaakje eens van wat dichterbij gaan volgen. Ja, die Galliërs maken me steeds nieuwsgieriger. Op datzelfde ogenblik kondigt Plusminus de komst van de nieuwe Gallische slaven aan bij zijn centurion. Er zijn 3 Galliërs aangekomen die ons als slaaf willen dienen, Centurion Tullius. Ik zal die Galliërs wel nooit doorgronden. Laat mij eens bekijken. Waar zijn ze? Hier buiten, vlak voor uw tent. Ja, kom. Gegroet, Romein. En met mijn helpers kom ik u mijn kookkunst aanbieden. Er is geen gerecht dat ik niet kan klaarmaken. Doe uw bestelling. Ik sta tot uw beschikking. Je komt als door de goden gezonde Galliër. Je kookkunst zal me eindelijk eens vrij waren van die eeuwige ratskug en bonen. We kunnen zelfs een maaltijd klaarmaken voor de hele centurie. Waar er voor 1 is, is er ook voor 100. Ja, om te beginnen kan ik u een soep aanraden waarvan het recept alleen mij bekend is. Vervolgens een stampot à l'Américain met klapstuk. En daarna opdonders. Ik bedoel, laasdonders. En als toetje een speciale Gallische mousse met Romeinse vruchten. Ja, het geheel wordt besprenkeld met een enigszins koppige Gallische wijn... die u versteld zal doen staan. Nou, menu goedgekeurd, aan de slag. Ik heb er honger van gekregen. Het duurt niet lang. Ik kom u wel waarschuwen als het klaar is, hè? Zeg, Panoramix, als we er nou eens een paar mooie geroosterde evenzijnen bij serveerden. Ja, ja, jij wel. Ga jij nou maar houtjes hakken voor het vuur, hè? Hebba, wat een spelbreker. Niet eens een evenzwijn op het menu. Daar liggen de blokken al. Nou ja, dan maar hout hakken. Ik snap niet dat mensen daar een bijl voor nodig hebben. Ik doe het altijd gewoon met de blote hand. Niet te geloven, Galliër. Hoe krijg je dat voor elkaar? Zo heb ik nog nooit iemand hout zien hakken. Oh, dit is nog niks. Ik kan het ook met hele bomen. Maar dat vindt mijn hondje Idefix niet zo prettig. En daarom doe ik het dan ook niet. Oh, wat ruikt dat lekker. Nou, het water loopt me in de mond. Kunnen we al gauw aanvallen, Galliër? Nog even geduld. Het is bijna klaar, hoor. Ik maak me ongerust, Centurion Tullius. Een neef van me, die in Armorica dient, heeft het wel eens gehad over een druïde die magische krachten bezit. En dat zou me niks verbazen. Ja, je hebt gelijk. Laten we op onze hoede zijn. Wilt u de soep als eerste keuren, Centurion? Momentje, Galliër. Wie zegt mij dat je niet van plan bent dat hele garnizoen te vergiftigen en daarna de gevangenen te bevrijden? Oh,
Uw wantrouwen is gerechtvaardigd. En om onze goede wil te tonen, zullen we eerst zelf wat van deze soep proeven. En om uw achterdocht helemaal weg te nemen, zullen we het de gevangenen ook te eten geven. Ja, precies, ja. Eerst jij, Asterix. Mondje open. Ja, goed. Nou, het smaakt prima, Panoramix. Je hebt jezelf overtroffen. Dank je. Nou, ik... Inderdaad, voortreffelijk. En nou ik? Nee, Obelix, niet. Waarom hij niet? Ja, waarom ik niet? Nou, kijk, het zit omdat hij in de ketel is gevallen toen hij klein was. En omdat hij zich uit zijn dieet moet houden. Omdat hij anders geestelijk uit zijn evenwicht raakt. Daarom. Oh. Zo. En nu zijn de gevangenen aan de beurt voor een rondje soep. Als Panoramix een lepel soep aan Segregationix geeft, fluistert hij hem in dat het geen soep, maar toverdrank is. En dat hij met zijn vrienden is gekomen om het stamhoofd en zijn dorpelingen te bevrijden. Als alle Galliërs hun zogenaamde portie soep hebben gehad, is de ketel leeg. Nou, ziet u, Romein? Uw vrees was ongegrond. Maar aangezien de soep nu op is, gaan we meteen maar over naar de volgende gang die op het menu staat. Dat wil zeggen, het hoofdgerecht hier. Pak aan, Romein. Waarom sla je hem nou, Asterix? Oh, wacht eens even, ik snap het al. Segregationix en zijn mannen verbreken hun ijzeren boeien alsof het zijden draadjes zijn. Zoveel kracht hebben ze gekregen door die soeplepel toverdrank. De Romeinen weten niet meer waar ze het zoeken moeten. Oh, wat een geweldig drankje. Ik ben nog nooit zo in vorm geweest. Ja, het effect van mijn toverdrank slaat toch elke keer weer alles. Ik ben het nou wel eens met het menu, Asterix. Hier krijg ik nooit genoeg van. Smulpaard, laat toch iets over voor de anderen, wil je? Arsenicumix ziet vanuit een schuilhoek hoe slecht het gerecht van Panoramix de Romeinen bekomt. De Romeinen zijn ondertussen uitgevoerd. Ik had dat toch al nooit zo op de Gallische keuken. Maar zo zout heb ik het nog nooit gegeten. Sst, anders peperen ze het ons straks nog een keer in. Ik weet niet wie jullie zijn, vrienden. Maar jullie kwamen als geroepen. Bedankt. Ik ben Panoramix en dat zijn Asterix, Obelix en Idefix. Wij zijn gestuurd door Tournedix. Tournedix wilde met zijn krijgers de Romeinen aanvallen. Maar wij gaven de voorkeur aan onze aanpak. Ja, soms heeft die oude smeerlap nog wel eens iets goeds in zich. Kom, makkers, we gaan terug naar ons dorp. Ik heb nog een hartig woord zitten wisselen met die verrader van Arsenicumix. Ook dit wordt afgeluisterd door Arsenicumix. En hij besluit dat hij maar beter even uit het vaarwater van Segregationix kan blijven, zonder ze echter uit het oog te verliezen. Halt! Slaven mogen het kamp niet verlaten! Laat ons er nou maar door, hè. We zijn geen slaven meer. We zijn weer vrije Galliërs geworden. Ja, maar Groutje, dat ligt er wel erg dik bovenop, hè? Laat mij maar even, Asterix. Ik was dus niet dik! Hier heb je een dikke Romein! Nou heb je die wachtpost alweer in elkaar geslagen. Eigen schuld, ik ben niet al te licht gebouwd, dat is alles, maar ik ben niet dik. Maar wel licht geraakt. Maar daar maken we ons niet meer dik over, hè? Zeg, Panoramix, was het eigenlijk niet een beetje gevaarlijk om de Romeinen voor de keuze te stellen om de toverdrank te nemen of niet? Och, dat risico konden we wel lopen. Ik vertrouwde gewoon op het wantrouwen van de Romeinen, Asterix. O, vader... Je bent gered. Oh, Fantine, mijn geliefde dochter. Kom in mijn armen. Oh, het is allemaal de schuld van die laaghartige Arsenicumix. Dat vissen we wel uit. Waar is die worm? Sinds jullie vertrek is hij niet meer gezien. Jammer. Anders hadden we hem eens in kunnen pekelen. Die verdwijning van Arsenicumix staat me niets aan. Je hebt gelijk, Asterix. We moeten op onze hoede zijn. Luister goed, Segregationix. De kloof die ons scheidt behoort hiermee nog niet tot het verleden, smerige onderkruiper. Wat jij zegt. Maar deze keer zal het recht zegevieren. Machtswellust alleen. Hé. Kunnen jullie niet beter gaan bezighouden met de verdediging van het dorp? De Romeinen zouden nog wel eens terug kunnen komen. Ik zal de toverdrank klaarmaken. Maar als jullie maar weten dat die alleen bestemd is om weerstand te bieden aan de Romeinen en nergens anders voor. Voorlopig ligt het gerecht van onze Gallische vrienden de Romeinen nog wat zwaar op de maag. Arsenicumix
loopt ook weer in het kamp rond en heeft opnieuw een plannetje uitgebroed. Nu ik het hele dorp tegen me gekregen heb, zal ik de Romeinen gebruiken om me te breken. En ik weet ook al precies hoe, ja. Ik begin met een schut van die toverdrank die zorgt voor geheugenverlies en nieuwe kracht in de wijnbokaal van de Centurion te doen. Als hij dan straks bijkomt en een slok neemt, dan gebeurt er precies wat ik wil. De Centurion komt al gauw bij. Verzamelen! Legionairs! Luister goed. We doen net alsof er niets gebeurd is. Ruim de rommel op en bereid de Vesperna. Wat is dat, de Vesperna? De Romeinse avondmaal, stomkop. Met andere woorden, gewoon keukencorvée. Nog wat wankel op de benen stommelt Centurion Tullius naar zijn tent voor een opkikkertje. Oh, een beker wijn zal mij mijn zorgen en kwetsuren doen vergeten. De beker is vol. Bij Jupiter, daar knapt een mens van op. Mogen het de luisteraar duidelijk zijn dat Tullius daarnet een slok wijn heeft genomen waarin arsenicumix een paar druppeltjes van de sterkmakende drank ter vergetelheid heeft gegooid. Dat het werkt, blijkt direct als arsenicumix de tent van de Centurion binnenstapt. Wie ben je en wie heeft je toestemming verleend het kamp binnen te komen, Galliër? Ik kom u waarschuwen, Centurion. De Galliërs uit het naburige dorp hebben het Romeinse bestand geschonden. Ze hebben uw legionairs afgeranseld en het kamp verwoest. Ben jij wel goed wijs, Galliër? Als dat zo was, dan zou ik het toch weten. Ave, Centurion Tullius. De manschappen weigeren de Vesperna te bereiden. Ze melden zich stuk voor stuk ziek bij het veldhospitaal. Zijn ze nou helemaal gek? Blaas het appel en laat iedereen aantreden in volle krijgsuitrusting. Blaas het appel! Ze zullen eens zien wat het betekent om het Romeinse bestand te schenden. Wat is dat nou weer? Appel blazen, zei ik. Waarom houdt u ermee op? Eens kijken. Verdorie, ze zijn aan het staken. Moet je die borden eens zien? Leven de peplum, weg met de pilum. Geen woorden, maar daden. Hoe durven ze? Ik weet wel een manier om alles in kannen en kruiken te krijgen, Centurion. Geef mensen naar voren wijn aan. U zult er geen spijt van krijgen. De gniepige arsenicumix gooit ook wat van de krachtdadige drank der vergetelheid in de wijnkruik. En dan nodigt hij alle legionairs uit om een gratis rantsoen wijn te komen halen. Je zult begrijpen dat het aanslaat. Bij iedere slok voelen de Romeinen zich beter en vergeten ze helemaal wat er pas geleden is voorgevallen. Rustig maar, er is meer dan genoeg voor iedereen. Jouw beurt, legionair. Bij Jupiter, ik voel me ineens een heel ander mens. Nou, ik ook. Maar wie bent u eigenlijk, meneer? Na dit wijnfestijn zijn alle Romeinen weer volledig op krachten en ze trekken vastberaden ten strijde tegen het dorp van de diepe kloof. Maar ze zijn wel hun geheugen kwijt, tenminste als het om dingen gaat die kort geleden gebeurd zijn. Ik weet nog altijd niet wie jij bent, Galliër, maar ik zal je rijkelijk weten te belonen voor de bewezen diensten. Ach, daar hebben we het nog wel over als u het dorp met al zijn inwoners weggevaagd heeft. Maar kijk uit, ze hebben een druïde in hun midden die het recept heeft van een toverdrank die onoverwinnelijk maakt. Een neef van me, die in Armorica dient, heeft het wel eens gehad over een druïde die magische krachten bezit. En het zou me niets verbazen. Ja, je hebt gelijk. Laten we op onze hoede zijn. Zo, de toverdrank is klaar. In afwachting van een mogelijke terugkeer van de Romeinen moeten we de ketel ergens op neutraal terrein zetten. Ik stel voor hem in de hut van Theoretics te zetten. Dat is precies in het midden van het dorp. Dat is goed, want die idioot van een Theoretics heeft toch nooit partij kunnen kiezen. Nog voor de een, nog voor de ander. Als onze vrienden bij de hut van Theoretics komen, begrijpen ze de uitspraken van de stamhoofden pas. De kloof die het dorp in twee helften scheidt, loopt namelijk dwars door zijn huis heen, omdat hij weigerde zijn woning te verplaatsen toen de kloof werd gegraven, weet je nog wel?
Is het niet ongemakkelijk wonen zo, theoretisch? Heb je er nooit aan gedacht om een houten vloertje in je hut te leggen? Huh? Een goed idee, Asterix. Daar zullen we meteen voor zorgen. Als het houten vloertje gebouwd is, zijn de twee helften van het huis met elkaar verbonden. Het is zoveel iets prettiger wonen. Voor alle zekerheid zal ik vannacht de wacht houden bij de toverdrank. Neem dan ook dit flesje met toverdrank, Asterix. Je weet maar nooit of je dat ondanks de toverdrank in de ketel nodig hebt. Die nacht dringen de Romeinen door tot aan de rand van het bos dat het Gallische dorp omzoomt. De laaghartige arsenicumix heeft hen de weg gewezen, maar hij is niet gerust op de afloop. Ik maak me zorgen over die druïde met zijn geheime wapen, o centurion. Voordat we aanvallen, zal ik eerst op verkenning uitgaan. Blijf hier wachten tot ik terugkom. Dat is goed. Maar schiet een beetje op, want ik heb zin om de Galliërs eens mores te leren. In de tijgersluipgang kruipt Arsenicumix dichter en dichter naar het dorp toe. Hij heeft geluk, want bij de poort staat een oude bekende te wachten houden. De zullige nut niks. Halt! Wie is daar? Ik ben het, Arsenicumix. Wat kom jij hier doen? Je staat in een kwaaie reuk, man. Ik wil ons stamhoofd Segregationix om vergiffenis vragen. Nou, ik zal het hek wel voor je open doen, loop maar door. Maar als ik jou was, zou ik me wel tweemaal bedenken voor ik naar binnen ging. Segregationix is woest op je. Waar zijn jullie eigenlijk bang voor dat er 's nachts wacht gelopen wordt? Voor de Romeinen. Maar gelukkig heeft de druïde Panoramix de toverdrank voor ons klaargemaakt. Die staat nu in geval van nood klaar in de hut van Theoretix. Dat heeft Nutnix natuurlijk niet tegen Dovermans oren gezegd. Onopgemerkt sluipt Arsenicumix door het sluimerende dorp. Asterix, die de ketel met toverdrank bewaakt, is zich van het naderend onheil niet bewust, zodat Arsenicumix hem zonder veel moeite kan uitschakelen. Zo, dat was dat. Arsenicumix neemt eerst een flinke slok van de toverdrank en neemt dan de weg terug naar dezelfde toegangspoort waardoor hij gekomen is. Nou, ik beklaag die arme Arsenicumix. Hij zal overal in het dorp voor een gesloten deur komen. Help! Alarm! Help! Als een komeet davert Arsenicumix dwars door de gesloten poort heen. En hij is door de toverdrank zo snel geworden dat niemand hem hier kan inhalen. Asterix heeft een beste klap op zijn hoofd gehad. En Obelix is ten einde raad als hij zijn vriend daar zo voor pampen ziet liggen. O, Panoramix, doe nou toch iets. Geef Asterix nou toch dat drankje dat hij ook bij de Romeinen gebruikt heeft. Helaas, Obelix. Ik denk dat ik het flesje bij die Romeinse wacht heb laten staan. Oh. Trouwens, het zou gevaarlijk zijn om Asterix dat drankje te geven. Want wie het inneemt, mag geen toverdrank meer hebben. Anders krijgt hij last van rare bijverschijnselen, zal ik maar zeggen. Waar ben ik? Maar gelukkig redt Asterix het ook zonder drankjes niet. Dit keer heb ik echt het idee alsof de hemel op mijn hoofd is gevallen. Het heeft ons allemaal als een donderslag bij heldere hemel getroffen, Asterix. Arsenicumix heeft de toverdrank gestolen en zal die ongetwijfeld aan de Romeinen geven. Toverdrank of niet, als het moet, vechten we met onze blote vuisten. Woorden, een zoon van een stamhoofd waardig, mijn zoon. Oh, sentimenteel gedoe. Daar heb je hem. Het wordt al lichter, Gallier. Je hebt er wel de tijd voor genomen. Ik dacht dat je ons wilde bedriegen. Ik wil niet bedriegen. Kijk eens wat ik hier heb in deze ketel. De toverdrank die onoverwinnelijk maakt. Weet jij zeker dat kijk deze... Kijk maar, ik zal het bewijzen. Zie je die boom? Kijk nou eens. Dat kleine kereltje trekt die boom met wortelen al uit de grond. Ongelooflijk. Dus dan is het toch echt waar van die toverdrank die onoverwinnelijk maakt. Een applausje voor Arsenicumix. Ja, zo kan hij wel weer, hè. Laten we nu eerst iedereen de drank geven voordat ze in het dorp van de schrik bekomen zijn. Als alle Romeinen hun portie hebben gehad, maken zij zich klaar om aan te vallen. Arsenicumix drukt zijn snor. De lafbek wil niet gezien worden door zijn dorpsgenoten. Ondertussen proberen de wanhopige Galliërs in allerijl toch nog noodmaatregelen te treffen.
Nou, misschien heb ik nog wel tijd om nieuwe toverdrank klaar te... De Romeinen komen eraan! Te laat, helaas. Om te voorkomen dat het hele dorp eraan gaat, moeten we de Romeinen buiten de omheining op zien te vangen. Kom mee, mannen. Ik heb zo'n voorgevoel dat we ons best zullen vermaken, Asterix. Het probleem dat we moeten aanpakken ligt nu heel wat gevoeliger, Obelix. De Romeinen hebben immers de toverdrank meegenomen. Oh, wees maar gerust, Asterix. Ik beloof je dat ik de Romeinen heel gevoelig... zal aanpakken. In slagorde! Mijn Jupiter! Wat geeft die drank een opgeblazen gevoel? Wat gebeurt er? Ik snel helemaal op. Wat er nu gebeurt is ongelooflijk. Stuk voor stuk beginnen de Romeinen op te zwellen. Eerst een klein beetje en dan hoe langer hoe meer, totdat ze tenslotte de meeste gelijkenis vertonen met gigantische luchtballonnen. Ze zijn allemaal even opgeblazen en kogelrond. Het is geen gezicht. We zijn bedrogen! We zijn nu speelbal in handen van de Galliërs. Panoramix, kijk de Romein eens. Ze zijn helemaal rond. Dat verbaast me niks. Dat is het gevolg. Als je twee toverdrankjes door elkaar drinkt, Obelix krijgt gelijk. We zullen ons best vermaken met die Romeinen. Ten aanval! Ik stuit er op me! Stuit er op me! De Galliërs ontdekken dat je met bolvormige Romeinen leuke kuntjes kunt doen. Balletje trappen, balletje gooien, balletje balanceren, balletje rollen. Alleen Obelix is ontevreden. Wat zijn dat toch weer voor rare jongens, die Romeinen? Zo is er toch geen bal aan! Ik geloof dat ik steeds dikker en ronder word. Ik word hier gek van. Wat nu? Lieve help, ik geloof dat ik leegloop. De zwelling verdwijnt. Ik krijg mijn normale figuur terug. Iedereen loopt leeg. De mannen ook. Gelukkig, het is afgelopen. De mannen zijn ook weer gewoon. Wat een opluchting. Eindelijk weer onszelf. Vooruit, mannen! Nu hakken we die Galliërs in de pan. Presenteer de wapenen. In slagorde. Voorwaarts. Zeg, Tullius, past die begroeiing hier ook al net zo hoog en zo dicht? Mijn verbazing groeit alleen maar. Ik zie de vijand nergens meer. Zocht je iemand, Romein? Jullie zijn dwergen geworden. Nu weet je eens en vooral dat je geen drankjes mag innemen zonder eerst de bevoegde druïde te raadplegen. Je ziet wat er van komt. Eerst zwel je op tot een reusachtige bal en dan krimp je tot een miserige dwerg. Eigen schuld. Een stelletje leeglopers, dat zijn jullie. Genade bij alle goden, laat deze nacht maar niet toch ophouden en zet me neer alsjeblieft. Ik krijg hoogtevrees op uw handen. Jullie zullen zo je normale grootte weer terugkrijgen. Maar eerst moeten jullie ons beloven dat jullie het dorp en zijn inwoners voortaan met rust zullen laten. Ik zal woord houden, ook al ben ik een Romeinse centurion. Nou, vooruit dan maar. Loop maar. Ga maar gauw terug naar je legerplaats, Romein. En wee je gebeet als je hier ooit nog eens een voet in de buurt zet. Maak nou maar snel dat je wegkomt. Anders laten we de hond los. En die lust jullie rauw in één hap. Die Obelix, door die wacht van het Romeinse kamp die oplewaai te verkopen, heb je de hele zaak aan het rollen gebracht en ervoor gezorgd dat de vijand verloor. Wie, ik? Zeg, gaat je Romeintje, Comix. Ik hoop niet dat je vergeet dat je vader en ik nog een rekening te vereffenen hebben. En dat... Arsenicumix heeft van Zine ontvoerd en dit stuk perkament voor u achtergelaten. Lendeling, de schurk! Wat lees je dat perkament? Als u uw dochter nog terug wil zien, leg dan 100 aurei, oftewel 100 gouden muntstukken, naast de menier bij de bron, voordat de zon ondergaat. O, de laaghartige worm! Hoe kom ik in Walhalla's naam voor de avond aan 100 aurei? Ik ga onmiddellijk weg om Arsenicumix te zoeken en bij Tutatis is ik zweer dat ik met Van Zine terugkom. Obelix en ik gaan met je mee. Met z'n drieën gaan ze op pad. En
Nee, nee, met z'n vieren. Want Idefix is er ook bij. En dat is maar goed ook. Kom gauw hierheen, Asterix en Comix. Idefix heeft al een spoor gevonden. Het leidt regelrecht naar de rivier. De neus van Idefix bedriegt hem niet. Want Arsenicumix zit ergens midden op de rivier in een roeibootje met de arme Fantine die hij gekneveld heeft, zodat ze niet om hulp kan schreeuwen. Ik had me een romantischer boottochtje met je voorgesteld. Maar dit is de enige manier om alsnog de bruidsschat in handen te krijgen, liefste van Sine. En dan blijkt dat Arsenicumix niet de enige is die op rijke vangst uit is. Ook andere gooien net uit. Het zijn zeerovers die met hun schip de rivier zijn opgevaren om te kijken of daar ook wat te halen valt. Als ze het roeibootje van Arsenicumix zien met het beeldschone geknevelde meisje aan boord, ruiken ze een voordeeltje en ze laten hun netten zakken. En ja hoor, even later worden ze beide opgevist. Help, help, wat zijn dat voor streken? Laat maar dat net, zet me neer. Zie je dat je op de rivier ook goede vangsten kan doen, jongen? En hier zitten die vermaledijde galjes ons tenminste ook niet in het vaarwater. Ad Augusta per Augusta, ja. Oftewel door lijden tot heerlijkheid, kapitein. Ja. Laat me er nou eerst uit, piraat. Ik heb een heel aantrekkelijk voorstel voor je. Vooruit dan. Zo, nou, kom maar op met het voorstel. En wie is dat meisje eigenlijk? Dat is de dochter van het stamhoofd, Segeratiox. Ik heb haar ontvoerd en een losgeld van 50 aurei geëist. Ik stel voor dat jullie haar bewaken totdat ik het geld opgehaald heb en dan delen we. Lijkt u dat iets? Nou, waarom niet? Zeg, kapitein, ja. Je gaat dat geld toch zeker niet delen met die vissen op? Nou, wat denk je wel? Zodra hij het geld opgehaald heeft, eisen we voor de dochter en haar ontvoerder weer een nieuw losgeld. Asterix, Comix en Obelix zoeken nog steeds de rivier af in de hoop daar Arsenicumix en Fanzine te vinden. Om sneller vooruit te komen, zal Arsenicumix ongetwijfeld stroomafwaarts gegaan zijn. Hier, neem een slok toverdrank, Comix. Arsenicumix is vast ook nog onder de invloed van de drank. En hij heeft vast maar één soort gehad. Dank je. Kijk daar eens. Jongens, een schip. Maar dat zijn de piraten, onze oude bekenden. Die zijn wel in meer dan één avontuur tegengekomen, Obelix. Huh? Iets zegt me dat dit geen toeval is. We zullen Fanzine vast en zeker aan boord van dat schip vinden. De galliërs zien het schip. Maar op het schip zien de zeerovers de galliërs ook. De uitkijk in het kraaiennest is nog steeds dezelfde die iedereen die de andere luisterstrip van Asterix heeft gehoord al kent. En hij kan nog altijd even moeilijk uit zijn woorden komen. Kapitein, de gaai, de gaai, de gaai. Hoe de gauw, waar de gauw? De gaai, de gaai. Nog voordat iemand aan boord van het schip het woord galliërs volledig heeft kunnen uitspreken, staan de personen in kwestie al op het dek. De zeerovers deinzen terug van ontzetting. Ja, ze hebben al een paar keer te vaak met Asterix en Obelix te maken gehad. Comix heeft een appeltje te schillen met Arsenicumix, die tussen twee haakjes nog steeds kracht heeft door de toverdrank. Je hebt nu niets meer te vrezen, Fanzine. En jij, Arsenicumix, je krijgt nog één kans. Verdedig je. Die vieze kop heeft een bijl. Kijk dan toch. Hij hakt zo op mijn schip in. En die galjer kijkt ook niet wat hij raakt met dat zwaard. Ze breken mijn boot tot de grond toe af. Ja, moet je me niet in troebel water vissen, piraat. Maar ik denk dat het u gauw afgelopen is. Die vissenkop, zoals jij hem noemt, ziet er nogal slapjes uit. Ik denk dat de toverdrank bij hem is uitgewerkt. De toverdrank is uitgewerkt. Je gaat toch geen weerloos man neerslaan, Comix. Comix slaat Arsenicumix weliswaar niet neer, maar hij slaat hem wel op. Het misselijke sujet maakt een pracht van een luchtreis en komt terecht op een plek waar hij niet welkom is. Oh. Nu die nachtmerrie met die galliërs voorbij is, wil ik geen woord meer horen over galliërs, slaven of wat dan ook. Wat is dat? Wie komt daar nou binnenvallen?
alle mensen, als dat arsenicumix niet is. Bij alle goden van de Olympus, voor jou maak ik nog één keer een uitzondering op wat ik zo even zei. Akelig misbaksel. Het is allemaal jouw schuld met je slaven en je toverdrank. Ik zal jou eens een lesje geven dat je zal heugen. Nee, niet doen, Centurion. Ik zal mijn leven beteren. Ik zal de Romeinen dienen. Ik zal al... Onze vrienden hebben ondertussen die piraten achtergelaten op de wrakstukken van hun schip waarop ze naar onbekende verte drijven. Nadat Fanzine en Comix hun hereniging hebben gevierd met een omhelzing, gaan ze gauw terug naar het dorp om Segregationix gerust te stellen. In deze moeilijke ogenblikken doen we er goed aan de twist die ons scheidt te vergeten. Ik leef met je mee, Segregationix. Bedankt, Boerne Dix. Comix is terug, met Asterix en Obelix en Fanzine. Oh, mijn dochter, waar is ze? Oh, Fanzine, kom in mijn armen. Comix heeft zich bij mijn redding als een waar stamhoofd gedragen. Oh, kom. Ik ben Comix zeer dankbaar voor zijn heldhaftig optreden. Maar nou overdrijf je toch een beetje van zien, hè? Oh, nee, meneer, dat doet ze niet. Je bent nu eenmaal de zoon van een stamhoofd, of je bent het niet. Haha, zoon van een stamhoofd op je bolle ogen. Het enige stamhoofd hier ben ik. Huh? Nu is het genoeg. Als jullie willen vechten, vecht dan, maar wel alleen. Wat? Hoe durf je? Fanzine heeft gelijk. Vecht als jullie dat zo nodig vinden, maar meng de inwoners van het dorp er niet meer in, want die zijn jullie twist meer dan zat. En zo wordt besloten dat Segregationix en Toerendix een tweegevecht zullen houden op het veld buiten het dorp. De winnaar zal het enige stamhoofd van het hele dorp zijn. Ik zal je nu meteen met de blote vuist laten zien wie hier stamhoofd is, ouwe sukkel. Daar zou je wel eens bedrogen uit kunnen komen. Af dansen, ouwe aap. Er moet een onpartijdige leiding zijn. Ik bied me aan als scheidsrechter bij dit gevecht. Volgens de reglementen kan het gevecht duren tot morgenochtend zonsopgang. Degene die langer dan 100 tellen tegen de grond gaat, wordt overwonnen verklaard. Vooruit, en dat de beste mogen winnen. Ja, hier heb je de knal. Oh, en jij hier, onbewaai. Daar heb je niet van terug. Vijf centen op toeren, de heer. Die doet zich graag jou niet. Als de avond valt, verlaten veel kijkers het terrein. Want ze hebben schoon genoeg van het schouwspel. We moeten dat reglement van dit soort gevechten eens herzien. Ze duren veel te lang. Het wordt laat. Ik ga slapen, Astrid. Wij ook. Voor ieder fikse mij zijn gevechten zonder Romeinen en evenzwijnen volstrekt oninteressant. Zelfs Asterix kan op een gegeven moment geen weerstand meer bieden aan de slaap. En eenzaam zetten de twee stamhoofden hun gevecht voort onder het schijnsel van de volle maan. Een nieuwe dag breekt aan. Maar wat krijgen we nou? De stamhoofden zijn tegen elkaar aan in slaap gevallen en ze liggen nog steeds te snurken. Maar dan is de strijd bekeken. Ze zijn allebei meer dan 100 tellen uitgeteld. Veel meer. En zo worden de dorpelingen gewekt met een verheugend bericht. Dorpelingen, de strijd is gestreden. Er is geen overwinnaar, nog een overwonnene. Hoe kan dat nou? Wat bedoelt hij? De dorpshoofden zijn allebei gevloerd. Ze liggen te pitten. In Comix, terzijde gestaan door zijn mooie en schrandere vrouw Fanzine, zullen jullie een jong en doortastend stamhoofd hebben. Hoorde jij daarnet wat ik ook hoorde, Segregationix? Ik ben nog niet helemaal wakker, maar ik voel de bui wel hangen. Als ik het goed begrijp, zijn we allebei uitgekleed. Dat heb je raak gezegd, Toernedix. Eindelijk herenigd. Onder hun nieuwe stamhoofd Comix verleggen de Galliërs de bedding van de naburige rivier naar hun dorp en laten zo de diepe kloof, die anders toch maar nutteloos gebleven zou zijn, vol water lopen. Er is nu alleen nog maar sprake van een linker- en een rechteroever en stromend water voor het hele dorp. Alleen de kinderen kunnen nog ongestraft de vruchten van het verleden plukken. Jullie hebben het recht niet om die appels te stelen. Die appels zijn van mij. Bakkelstam, als je kan. Bakkelstam. Die is de rivier over en ik kan niet zwemmen.
De beide ingangen van het dorp krijgen een praktische bestemming. En zo wordt het eerste eenrichtingsverkeer uit de geschiedenis geboren. De ene ingang wordt gebruikt om het dorp in te gaan en de andere om het dorp te verlaten. Ook de hut van Theoretics wordt aangepast aan de nieuwe situatie. Maar hij krijgt nu wel natte voeten als hij zijn huis uitkomt, want dan stapt hij midden in de rivier. Een schoonheidsfoutje bij de bouw, nou ja. De gepensioneerde stamhoofden, Segregationix en Toornedix, genieten ook volop van de nieuwe situatie. Zij slijten hun dagen met vissen en keuvelen over die goede, slechte oude tijd. Zeg, ja. Weet je eigenlijk wat er van Arsenicumix geworden is, Segregationix? Oh, hij zal zich wel elders bezighouden met laag bij de grondsactiviteiten, denk ik. Toen het ik zei, je weet, hallo. Een oplettend luisteraar kan al vermoeden dat Arsenicumix in het Romeinse kamp verblijft. En dat van die laag bij de grondse activiteiten klopt ook wel aardig. Zeg, Gallische slaaf, die groente, komt er nog wat van? En de was? Vergeet niet dat die netjes gestreken moet worden, hè? Oh, was ik maar nooit geboren. Tot vreugde van feestvierders en lekkerbekken wordt de bruiloft van Fanzine en Comix besloten met een feestmaal. En dan is het moment van afscheid nemen daar. Hoe kunnen we jullie ooit danken voor jullie hulp, Asterix? Nou ja, jullie zijn gelukkig en dat is onze beloning, Fanzine. Kom hier, Obelix. Dan krijg je een zoen van me. En zo beginnen onze vrienden de terugreis naar hun eigen dorp. De eerste drie dagen van de reis is Obelix op de een of andere manier zichzelf niet. En Asterix maakt zich wat ongerust. Maar Obelix, we zijn al 3 dagen geleden vertrokken uit het dorpje van onze vrienden. En sindsdien heb je geen woord meer gezegd. Wat is er toch met je? Ik ben ook heel gevoelig voor liefdesgeschiedenissen die wel goed aflopen. Nou, moe. Maar de vreugde over de terugkeer naar eigen haardsteden doet de emotionele gemoederen bedaren. Heerlijk om de rust van ons eigen dorpje weer te kunnen ervaren. Ik ruik de speciaal voor ons gebraden evenzwijnen al. En jasses. Ze gooien nog steeds met die dode vissen van Kostenrix. Ja, en ze gooien ook nog steeds goed raak. Nou, dat is er alvast je voorgerecht, Obelix. En zo wordt onder de met sterren bezaaide hemel van Toetatis door de dorpsgenoten de terugkeer van de helden gevierd met voor de zoveelste keer het onvermijdelijke traditionele feestmaal. De Bart Assurance Tourreeks mag ook voor de zoveelste keer niet mee eten, omdat zijn dorpsgenoten hem de mond hebben gesnoerd, zodat hij de maaltijd niet kan beterven met zijn gezang. Zeg, Panoramix, dat verhaal over die diepe kloof lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Het is inderdaad zo dwaas dat ons nageslacht het nooit zou willen geloven. Oh.